verpleegkundige tot arts, van fysiotherapeut tot laborant. Vandaag maken wij met z'n allen een stevige vuist. Want de NVZ biedt een bod ver onder de maat. Deze NVZ mist de ambitie om in jullie te investeren. Maar deze NVZ komt wel met structurele verslechteringen. Als het aan de NVZ ligt, wordt de werkgeversbijdrage van de ziektekostenverzekering afgeschaft. Als het aan deze NVZ ligt, wordt de loondoorbetaling bij ziekte met 10% verlaagd. En als het aan deze NVZ ligt, komt er geen structurele loonsverhoging in 2019. Ik zeg hier, beste NVZ, wij bonden eisen koopkrachtverbetering in 2019. En wij eisen koopkrachtverbetering voor alle 200.000 ziekenhuismedewerkers. Wij zien ook dat het personeelsverloop torenhoog is. Wij zien ook dat de werkdruk hoog is. En wij zien ook dat permanent beschikbaar zijn de nieuwe norm lijkt. Ja. Wij bonden eisen daarom afspraken over gezond en veilig werken. Over het verlengen van de hersteltijd, meer rust, preventieve maatregelen ter voorkoming van uitval, meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid, zodat we allemaal gezond de eindstreep kunnen halen. Ik zeg, beste ziekenhuisbestuurders, de oplossing is dichtbij. Kom met betere voorstellen en schrap de verslechteringen. Want wij bonden gaan door en wij tekenen pas als er een goede cao ligt voor alle 200.000 ziekenhuismedewerkers in Nederland. Nogmaals, goede cao is goede zorg. Bedankt.